Het is de laatste tijd het gesprek bij de fruitautomaat. Online gokken loopt helemaal uit de hand. Online gokbedrijven doen te weinig om spelers te beschermen. Dat zegt de Kansspelautoriteit na onderzoek bij goksites. Ze hebben weinig oog voor spelers die in korte tijd veel geld verliezen of verslaafd zijn geraakt aan gokken. Online gokbedrijven doen te weinig om verslaving tegen te gaan? Wow. Ik had juist gedacht dat gokbedrijven er alles aan zouden doen om gokverslaving tegen te gaan. Sterker nog, daar had ik al mijn geld op ingezet. Dus ik moet even kijken hoe ik straks thuis kom. Maar, oké. Nederland heeft sowieso een gokprobleem. Want sinds online gokken 2 jaar geleden legaal is geworden, zijn er bijna 500.000 nieuwe gokkers bijgekomen. 500.000. Wat is daar allemaal misgegaan en wiens schuld is dat? We gaan het uitzoeken. Het is tijd voor... Avondshow tot op de bodem, waarin we zaken tot op de bodem uitzoeken en veel vaker nog net daarboven. Eerst maar even dan online gokken. Waar moet je dan aan denken? Nou, dit soort spelletjes. Zou er een keer een retrigger in zitten? Heb ik volgens mij nog nooit gehad. Nou, het zou wat zijn. Dat ik hem nu kijk. Ja, ja, de dubbele retrigger. Heerlijk, heerlijk. Een dubbele retrigger. Oh, heerlijk. Je kunt ook wedden op rennende paarden. Dit vind ik echt het leukste, die paardenrennen, die spanning. Oh, geweldig. Ik heb €1 op nummer 1 en €1 op nummer 9 gezet. Dus kom op nummer 1 en nummer 9 natuurlijk. Maar ligt de voorkeur voor nummer 1 of niet? Ja, toch? Op 2 paarden wedden, dat klinkt altijd heel verstandig, totdat je het iemand echt ziet doen. Net als die keer dat ik 1 vogel in de hand had. Dat je toch denkt, is dit het nou? Toch? En je kunt ook meedoen aan een soort van online Rad van Fortuin. Kom op, bonus game. Oké, some people say 7x pachinko was there. Hij is echt zo grappig. Hij is zo grappig en hij heeft zoveel geld van mij gekregen. En al die vormen van online gokken waren dus verboden in Nederland. Ongeveer 250.000 mensen deden het stiekem toch op buitenlandse sites. Maar sinds 2 jaar is het dus legaal in Nederland. En er zijn dus een heleboel gokkers bijgekomen, namelijk 450.000. Dat is echt veel. Zoveel mensen wonen er in Tilburg en Almere bij elkaar. Misschien zijn het ook wel gewoon Tilburg en Almere. Ik sluit dat niet uit. Maar waarschijnlijk zit het wat meer verspreid. En niet al die mensen zitten dagelijks te gokken, maar een groot deel wel. En dat is natuurlijk een leuke bijverdienste voor de gokbedrijven. In een jaar tijd vergokken Nederlanders online meer dan €1 miljard. Het gaat per speler gemiddeld om een verlies van €310 per maand. Tering, €310 per maand, gemiddeld. Dat is zoveel geld. En in verslavingsklinieken zien ze nu dus ook meer gokverslaafden. En die verslaafden zijn ook jonger en ze hebben meer schulden. Want dat is natuurlijk de keerzijde van de retrigger. Ja, dan moet je denken aan psychologische klachten, neerslachtigheid, angsten, depressie. En je kan je ook voorstellen sociale isolatie. Mensen verliezen hun baan, krijgen financiële schulden, verliezen hun huis. Ja, het huis wint altijd en soms wint het huis jouw huis. Hey, waarom hebben we dit eigenlijk gedaan? Waarom moest gokken zo nodig legaal worden? Nou, dat heeft te maken met deze man, Fred Teeven. Dat is de vader van het legale online gokken. En dat had misschien wel hiermee te maken. Dit was in 2008. Dit is Late Night Stars of Poker. En Action Fred komt weer eens bettend uit, ondanks het feit dat hij helemaal niks heeft. Ja. Hij stond bekend als Action Fred. Maar niet heel lang, want hij kon er geen reet van, dus hij vloog er meteen uit. En dat kan gebeuren, maar een paar jaar later, in 2010... werd Action Fred opeens staatssecretaris van Justitie. En toen gold nog steeds hetzelfde. Hij vond gokken geweldig en hij snapte er niks van. En dus besloot hij om online gokken te legaliseren. De staatssecretaris van Justitie, Fred Teeven, heeft nu iets nieuws bedacht. Hij wil de gokbedrijven controleren door ze een vergunning te geven. Ja. Zo heb ik ooit eens een keer een stel inbrekers beteugeld. Hier heb je een vergunning om mijn huis leeg te halen. Nee, niet dat schilderij. Nee. Het hangt ook op de kop. Maar goed, Action Fred wilde dus de gokmarkt opengooien. Maar ja, dan moet je een hele wet schrijven. En dan denk je, heeft hij dat dan allemaal helemaal alleen gedaan? Nee hoor, hij heeft hulp gekregen van goklobbyisten. Zit jij echt vanaf helemaal het allereerste begin aan tafel? Zit je al bij, op het moment dat de wet wordt geschreven bijvoorbeeld, aan tafel bij de partijen die dat doen? Ja. Nee, ik bedoel, kijk, uiteindelijk, zeker ook als brancheorganisatie, wat je natuurlijk probeert te doen, is... je bent met een informatiemakelaar. Informatiemakelaar. Ja, meneer de wetgever, dan heb ik hier nog een leuke 2 onder 1 kap... van opportunistische lulpraatjes tegen het algemeen belang. Wilt u even binnenkijken? En het klinkt natuurlijk krankzinnig. De lobby die meeschrijft, maar niet alleen de lobby. Hè? Andere belanghebbenden zaten ook aan tafel. Bij het maken van nieuwe regels voor gokreclames... hadden gokbedrijven meer inspraak dan verslavingsdeskundigen. Oké, dus er zaten allemaal goklobbyisten aan tafel... en in de hoek 1 gast die iets wist van verslavingen. Nou, dan zijn we eruit. Ik zie er nog 1 iemand met al heel lang zijn vinger omhoog. Meneer in dat Trimbos-t-shirt, u moet naar de wc, denk ik? Nou, verslavingsdeskundigen die werden dus genegeerd... en daarom stonden er in de wet geen regels over hoeveel reclame de gokbedrijven mochten maken. Maar er was wel over nagedacht, want kijk... het ministerie rekent op regels van de sector zelf. Oh. En wat krijg je als je de sector zelf de regels laat bepalen? Op elke straathoek, abri, bus, tram, voetbalstadion, reclamezuil... overal gokreclames. En tv kijken zag er in die tijd ongeveer zo uit, weet je nog? Bij Toto pak ik de beste wetjes op elk duel. Waag elke kans die het leven je geeft. Hé, transfertje gemaakt? We gaan voor de beste odds, dat weet je toch? Maar je hebt niet altijd mazzel. Nee. Je hebt niet altijd mazzel. Soms word je weggestuurd bij de politie en dan moet je aan de slag als casinolokker. Al die reclame liep totaal uit de hand en dus heeft het huidige kabinet de rommel van Action Fred opgeruimd en zijn gokreclames op televisie en in de openbare ruimte sinds 1 juli helemaal verboden. Maar het kwaad is al geschied, want gokken is nu gewoon helemaal mainstream geworden. Hoe is de overheid hierin getrapt? Nou, de lobbyisten hadden 2 argumenten. Ten eerste zeiden ze, mensen gokken toch wel, of je het nou verbiedt of niet. Nou, dat was gelul, want we hebben er nu 500.000 gokkers bij, koning Totoot. En als tweede zeiden ze, we gaan het verantwoord doen. We gaan heel goed voor die gokkers zorgen. Niemand wil dat er mensen verslaafd raken. Dat is in het belang van helemaal niemand en ook niet van de kansspelbedrijven. Integendeel, wat hebben we eraan als mensen in de problemen komen? Wat hebben jullie eraan als mensen in de problemen komen? Nou... jullie hebben dan hun geld. En zij hebben de problemen. Maar goed, de politiek trapte erin en er kwam in de wet te staan... dat gokbedrijven moeten zorgen dat gokkers niet in de problemen komen. Maar hoe dan? Nou, er zijn bijvoorbeeld limieten. Dus een maximum aan inzet, aan totaal verlies en aan speeltijd. En dat klinkt goed, maar het gekke is... spelers moeten die zelf instellen, die limieten. En die limieten, dat is niet een kwartiertje per dag of zo. Bij Toto en Fairplay Casino kun je als jongvolwassene maximaal 8 uur per dag gokken. Bij BetCity is dat 18 uur per dag. Bij alle anderen kun je de tijdslimiet op 24 uur per dag instellen. Een limiet van 24 uur per dag. Filosofische vraag, is het dan nog een limiet? Zo zit ik dan te peinzen. Hè? Als Fred Teeven in het bos trippokert met kabouters, moet je dan de politie bellen. Hè? Zo blijf je bezig. Maar de overheid heeft dus de zorgplicht uitbesteed aan de gokbedrijven... die natuurlijk eigenlijk willen dat mensen meer gokken. En die besteden het vervolgens uit aan een nog minder geschikte partij... namelijk de gokker zelf. Want die moet zijn eigen limiet instellen. Een ander onderdeel van die zorgplicht is dat gokbedrijven... het spelgedrag moeten analyseren en ingrijpen als het mis dreigt te gaan. En dan grijpen ze ook echt keihard in. Af en toe krijgen ze een pop-up van... oké, meneer, u heeft zo lang gespeeld, u heeft zoveel verloren of gewonnen. Bent u oké? Een pop-up met bent u oké? Dat is geniaal. Dit. Ik denk dat iedere gokverslaafde bij het zien van die pop-up zegt... verdomd, dit is tijdverspilling. Ik ben niet oké. Ik moet dit niet doen. Ik ga mijn leven wijden aan het helpen van anderen. Ik zet de computer uit. Ik word buschauffeur. Nee, natuurlijk niet. En er is nog een probleem, want de medewerkers van het gokbedrijf... die moeten ingrijpen als klanten te veel gokken. Die werken niet 's nachts en in het weekend. Dus ze monitoren gokverslaving van maandag tot vrijdag tussen 9 en 5. Net als de fouilleerders bij de arena, die werken ook niet in het weekend. Maar als het dan toch lukt om een probleemgokker te weren uit een casino... dan krijg je dit. Kreeg een berichtje, een mailtje. En toen, wat heb je toen gedaan? Ging naar het andere casino online. Dan ging je daar verder. Tot je daar ook een mail van kreeg? Ja, en dan gaan we naar de volgende. Ja, dus als je bij één site niet meer welkom bent... dan ga je naar de volgende en naar de volgende en naar de volgende... en uiteindelijk ben je je laatste euro aan het vergokken op Buijenradar. Kut, weer geen bolbliksem in Heeg. Kut. En als het niet lukt om mensen te weren, dat is al erg... maar als iemand zelf zo'n bikkel is dat hij een poosje niet gokt... dan doen ze dit. Ook krijgt Bikkel steeds mailtjes van Toto. Nou, als je dan bijvoorbeeld een tijdje niet hebt gespeeld, zeggen ze van... als je nu weer terugkomt, dan krijg je een tientje gratis. Of ze zeggen van, als jij 10 euro inzet en je verliest dat... krijg je 5 euro van ons terug. Dus de Toto, wat trouwens eigendom is van de staat... gaat jou mailen als je een tijdje niet hebt gegokt. Hey, we zien dat jij bijna clean bent. Kom eens terug, lekker gokken. Kusjes de overheid. Oké, conclusie. We hebben Action Fred samen met de gokindustrie een gokwet laten maken... die ervoor heeft gezorgd dat online gokken is geëxplodeerd... waardoor Nederlanders nu €1 miljard per jaar door de play trekken... door massaal verslaafd te raken aan online gokken. En dan kun je natuurlijk zeggen, zeur niet, gokken is leuk. Nou, dan weet ik het goed gemaakt. Ik heb hier een fruitautomaat. Prima. Het is eigenlijk een Fred-automaat. Ik ga hem een slinger geven en als het 3 fretjes zijn... dan moet die gokwet worden afgeschaft. En zo niet, hou ik er verder over op. Moeten jullie het allemaal lekker zelf weten. Ja, oké, deal? Ja, deal? Oké, nou, ik geef hem een slinger. Even kijken. Hier. Daar gaat hij. Even kijken, hoor. Spannend. Even zien. Yes, Fred Teeven. Oké, de eerste Fred is binnen. Prima. De volgende is... Oh, shit, dat is Grapperhaus. Die heet Fred. Oh, Fred Flintstone toch? Fred Flintstone. Oké, de laatste. Even kijken, dat is een diertje. Wat is dit? Oh, is een Fred natuurlijk. Yes, 3 Fred. Nee, wacht. Wacht even, wacht. Nee, wacht. Wat is het? Is het een marter? Serieus? Kut, hoe weet jij dat het een marter is dan? Is het jouw marter? Wat leuk, hoe heet hij? Fred. Oh yes, oké, 3 keer Fred. De online gokwet wordt afgeschaft. Woehoe. Wat leuk dit. Ik vind dit leuk. Ik wil nog eens. Mag ik nog eens? Ik ga nog een keer. Wat leuk, dit is hartstikke leuk. Oké? Nee, ik ben helemaal niet oké. Oké, stop maar, Wet. Stop maar. Dit was... Klik op de link en kijk hele afleveringen terug op NPO Start. Mijn oma die keek ook altijd NPO Start en die is 96 geworden. Tuurlijk, dat is anekdotisch bewijs, maar je kan het ook niet negeren. Maar...